Hallo mensen van Mixed Gamers, welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 4. Ik moet nog steeds wennen aan het feit dat ik Assassin's Creed 4 moet zeggen. Mijn naam is Niels. En ik ga vandaag deze gemene meneer pakken. Haha. Haha, ik ga hem pakken. Ja, dat is eigenlijk wat ik ga doen. Kom jij maar eens even bij Niels. Wat gaan we doen, jongens? Oh ja, gaan we het zo spelen? Hopsakee. Eventjes beroven. A fellow with dangerous friends. Ja, had je me maar niet mijn geld moeten. Niet had de hond. Nou ja, goed. Ik moet alweer daarheen. Ga naar Stede Bonnet. Bonnet. Dat klinkt een beetje als Monet. Dat is een schilderaar. Ja, dat wist je nog niet, hè? Wel wat geleerd. Dat was een schilderaar. Dat was een gewone schilder, jongens. Zo noem je een schilder. Hallo. Laten we maar even verder lopen. Hond. Ja, hij gaat zomaar mijn geld jatten, jongens. Ik heb respect voor deze kapitein. Kapitein Niels, arr. Oh ja, de dance party. Take your time, I'll be just here. Wat ze met no Welshman, deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time till the next war calls me to service. Lucky King George, having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! I've seen your face before! Hey, dat is in Nederland! Usemates with them pirates down in Nassau! Shut your fucking gob or I'll fill it with shots! Spanje, volgens mij. Edward, is it? Oh, get owned! Dat is toch wel ietsjes badass hoe dan call. Oh ja, in je neus! Ja, daar heb je het allemaal weer. Ja, nu gaan de dooien vallen hoor. Serieus? Oké, klap, klap, klap. Klap, we zien handjes. Blij. Op je boze. Op je boze bolletje. Oh, druk je nog eens op E, oké. Ja, dat bedoelde ik. En druk vervolgens op dit. Ja, oh, hé, je klote. Oké, sla hem knock-out. Ja, doe maar gewoon op je boze bolletje allebei. Hop, zat de key. Jij wordt nog nokken? Ja, dat dacht ik al wel, hè? Ja, hop, stiekukering. Hopsakee, onder je bakkes. Dat is... Oh ja, oh, auw. Weet je, ik wil je niet slaan omdat je een hoofddoek hebt. Ik wil je slaan omdat je gewoon een irritante rotjong bent. Daarom wil ik je slaan. En jou ook, weet je. Je kunt best wel zonder vijf tanden leven. Ja, hops. Of ja, vooral zonder een leven. Hier, die kun je krijgen, bitch. Moet ik nou rookbom? Gebruik 6 om een rookbom te selecteren en druk op F om hem te gebruiken. Rookbommen zorgen ervoor dat vijanden een paar seconden uitgezaakt zijn en dat je ze kunt vermoorden of er vandoor kunt gaan. Jongens, ik ga er vandoor. Hè? Sayonara! Moet je natuurlijk wel werken. Oh ja, moet ik natuurlijk wel eerst op F drukken. Hè? Bam! Bye bye, bitches! Niels is out! En daar hangt een papiertje. Maakt niet uit. Ik heb gewoon een paar mensen achter me aan. Weet je, dat maakt niemand uit. Oh ja, auw. Gevoelens. Ik ga hier wel omhoog. Weet je, jullie kunnen... Zijn jullie nog helemaal van de pot gerukt? Oh, die uitspraak moest er even uit. Ik hossel die shit, jongens. Kijk, ik ben al bijna bij het gevarengebied. Dat zie je links onderin op de map. Voor degenen die dat nog niet weten. Anders, bij deze, links onderin op de map. Dan zie je dat. Ik ben al bij het gevarengebied. Maar ik kan beter gewoon ergens in gaan verstoppen, want dan ben ik sneller van ze af. Aha, missie voltooid. Bam! Anders zou ik kunnen rollen onderuit. Oh ja, dat heb ik niet gezien. Ik probeer wel zoveel mogelijk. Je geeft ons feedback. Beoordeel deze herinnering. Ja, ik vond hem wel tof. Ja, heel leuk. Bedankt voor je feedback. Ja, graag gedaan. Maar ja, dan moet ik bij elke missie heel leuk gaan doen. Weet je, het houdt een keer op met de pret. Uitkijkpunten 1 van de 8. Moordcontracten, oké. Okay. Weet je, ik ben best wel benieuwd naar zo'n moordcontract. Laten we even een moordcontract gaan doen, jongens. Ik weet niet zeker of jullie het graag willen. Maar ik wil op zich wel een keer even bekijken wat een moordcontract eigenlijk inhoudt. Want de vorige zijmissies die waren... Meh. Hopelijk hebben ze het een beetje leuker gemaakt. Guten Tag, Leute. Contract accepteren. Er is een legerkamp opgezet in het zakelijke deel van Havana. Havana. Jouw doelwit is de kapitein van de militairen, een tempelier. Bam.
Maar ik speel toch als een Tempelier, dat is best wel Templierception. Oh nee, ik speel nu als een Assassin. In een echte wereld speel ik als een Tempelier. Dat is raar. Vind ik, ja, toch wel. Oké, markering plaatsen, batsboom. Daar gaan we heen, jongens. Wat zullen we drinken? 7 langer lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Nou, ik weet wel wat gaat drinken. Bloed. Bloed. Vampier. Ik voel me helemaal een vampier, jongens. Oh, ik voel me echt geweldig in deze game. Ik heb het echt naar mijn zin, jongens. Hopelijk hebben jullie het ook naar je zin. Ook vinden jullie het wel een beetje een toffe serie. Want ja, ik geniet, jongens. En dat is ook heel belangrijk. Als de maker van de video geniet. Want ja, dat doe ik op het moment. Laat ik die maar even beroven. Hoppakee. Dat is lekker wat geld. Oh, hallo. Ik ben wel blij dat je nu niet zo lang daar meer over doet. Want normaal duurt het echt fucking lang. Bij de andere games. Oh, ik ben er al langs gelopen. Lololol. Ik ben er helemaal niet aan het opletten, jongens. Ik ben echt veel te druk met commentaten. En sowieso. Het loopt echt een stuk smoother dit, jongens. Echt geweldig deze game tot nu toe. Ik kan alleen nog maar de hemel in prijzen. Oké, volgens mij moet ik die gast daar pakken. Dat moet geen probleem zijn, vind ik. Neem ik aan. Oké, dat was niet zo slim. De vorige keer kon je namelijk met F fixeren. Dan moet ik even... Oké, ik deed niks. Niks aan de hand, jongens. Nee. Ik ga hier wel... Oh, oké. Blijkbaar gaan we vechten, jongens. Menselijk schild. Oh, we moeten hem doden. Nee, kom hier. Ik dacht dat we die andere gast moesten doden. Oké, laten we hem dan maar doden. Hier, zo, voor elkaar. Oh, daar krijgen we geld van. Nice, dan kunnen we natuurlijk weer onze spullen upgraden. Vinden jullie tof als ik zo af en toe een keer zo'n modcontract tussendoor doe? Laat het gewoon even weten in de reacties. Laat me vooral weten wat je van deze serie vindt. Weet je, ik vind het echt fucking tof. Ik merk ook dat mijn commentaar geven lekker makkelijk gaat. En voor de rest gaat het gewoon echt fucking goed. Tap is nog steeds de map, dat is wel handig eigenlijk. Zoals je kunt zien. Havana is fucking groot. Of moet ik... Nee. Nee. Nee, dit mee... Oh mijn god, wat de... Nee. Wow, die map is echt groot, jongen. Niet... Wow. Ik ben nog langer niet klaar met deze game. En vind ik het erg? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik het synchroniseren ga ik offscreen doen. En voor de rest misschien zo af en toe een keer een modcontract, weet je. Dat hoort er allemaal bij. Tenminste, als jullie dat graag willen. Ik bedoel, jullie moeten het wel willen. Dit is een handelaar, een taverne. Wat kan ik eigenlijk bij een taverne? Een nieuw lied van je bemanning? Oh, dat is fucking cool. Dan gaan ze zingen. Dat kon. Ja, dat is cool. Waar zit eigenlijk mijn... Oh, daar zit mijn punt. Weet je, dan ga ik meteen eventjes langs bij de handelaar. En dan ga ik heel even kijken wat hij allemaal te bieden heeft. Want dat vind ik ook wel belangrijk. Kan ik ook nog een ander iets selecteren dan een rookbom? Nee. Oké. Ik heb wel direct een rookbom. Dat is op zich wel chill. Ik liep alweer er langs heen. Ik ben ook veel te druk met andere dingen. Ik kan niet concentreren op meerdere dingen blijkbaar. Kunstwerken. Oké, we kunnen beeldjes kopen. Leuk. Dat zal wel op een of andere manier leuk zijn of zo. Ja, wat jij wil, jongen. Wat kunnen we doen bij een taverne? Even kijken. Deze. Ja, daar ben ik in. Nou, eventjes naar een taverne gaan. Want hij zei dat je daar kon healen of zo. Oh, het lijkt me een beetje raar, want... Waar zit sowieso mijn health bar? Echt serieus, heb ik een health bar? En trouwens, de interface, dus hoe het op het algemeen gewoon uitziet, weet je... De rechtsbovenin, wat je hebt, bom gooien en zo. Dat ziet er super tof uit. Echt, mijn complimenten alweer. Het is net alsof ik dit spel echt het allerbeste spel van de wereld ga vinden. En ik ben bang dat dit spel dat gaat worden, jongens. Oh, jullie willen dat niet weten. Of misschien wel. Ik weet het niet. Wat kan ik hier doen? Oké. What the fuck? What the fuck ben ik aan het doen, jongens? Waarom ben ik aan het drinken? Zeeconvoy. Oh, cool. Dan kan ik daarheen overnemen of zo. Ja, het probleem is... ik heb geen schip. Dus op deze manier... Hij fluistert mij wat in. En dan kan ik daarheen gaan. Oké, cool. Kan ik ook wat drinken? Ik bedoel... Wat zullen we drinken 7 dagen lang? Nou, als er alleen maar rum is. Ik bedoel, what the fuck if I do... Hoppakee. Gooi het maar achterover, Camway. Kunnen we eigenlijk ook naar dronken? Oh ja, volgens mij ben ik al dronken. We want more! More! I say more!
Dit is echt zieke drank met promotie hier zo. Maar dat maakt niet uit dat het er allemaal bij hoort. Ah. Kan ik nog dronken worden? Oh ja, ik ben dronken. Hopsakee, nog een keer. Voor het trippy effect, jongens. Ik ben echt benieuwd. En nu moet ik gaan vechten, jongens. Weet je, ik ga gewoon even een beetje ruzie zoeken op straat. Wow, yo, dit is me fucking trippy. I'm tripping balls over here. Oh mijn god, waarom deed ik dit ook alweer? Hey jongens! Hey! Ik ben een beetje dronken jongens, het spijt me. Oh mijn god, deze lui helpen me gewoon. Piraten inhuren. Ze helpen mij gewoon. Oh, wat cute! Dat vind ik wel cute, ja. Oké, dit hebben we ook weer geleerd. Niet zo snel meer dronken worden, Niels. Nee, dat vind ik ook wel slim. Ik wil dat wel even pakken, dit muzieknootje daar. Au, daar ging waarschijnlijk iemand dood. Maakt niet uit, ik wil gewoon dat muziek... Hoi! Hey, ik heb hem wel gepakt, hier! Zag je dat? De skills, jongen. Wat de skills worden hier weer getoond, hè? Hier, op, die gast ook meteen. Ze zijn allemaal zo dood. Pak ook meteen eventjes dat schatkistje. Ik ben allemaal zijmissies aan het doen, jongens. Moet ik niet doen. Ik wil een beetje meer fixeren op het... op de storyline eigenlijk. Dat je helpt. Oké, nu gaan we wel echt naar de storyline toe, jongens. Het spijt me dat ik jullie zo lang heb moeten laten wachten. Maar deze keer gaan we echt naar de storyline. Het gaat allemaal net zo goed, weet je. Het gaat echt heerlijk, dit spel tot nu toe. Ja, maar op zich, ik hoop dat het een beetje, ook wel een beetje uitdaging nog gaat ver. Want de laatste keer waren er niet veel uitdaging. Sorry mevrouw. Oh, het zijn wel een beetje oude dames hier, hoor. Zo. Ze worden niet jonger op Assassin's Creed. Zijn ook nog hier de irritante mensen, want elke Assassin's Creed had namelijk een groep irritante mensen. De vorige keer waren het de weeskinderen, de andere keer waren vrouwen. En in de eerste Assassin's Creed was het een stel van die debielen die om zich heen gingen mappen. Ja, dat was grappig. Sorry about the swift accent, bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. Oh. I'm sorry, mate, this is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar. Nee, fuck him. When your dispatches. Dan ga ik ze toch ophalen. Weet je wat jij wil? Having the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is muy mal dad, so I'd rather not ask. Shit. All right, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Ja, en mijn suiker dan. Nou, mooi niet. Oh, ik moet ze... Oké. Ik moet ze gewoon volgen. Arendsoog. Ja, nice. Daarmee kan ik mensen gewoon fixeren en zo. Dan kan ik ze... Kan ik zien wie goed is en wie slecht. Laat ik eventjes die koertjes meenemen. Ja, laten we dat doen. La la la, la la la. Ik loop hier gewoon met mijn vrouwelijke vrienden. Ik ben een heel klein beetje anders geaard. Sorry. Ik kan er ook niks aan doen. Schaduw, hè? What the fuck, waarom stond de schaduw? Weet je, dit is echt geniaal. Je loopt hier gewoon met vier vrouwen rond. Ik bedoel, het valt niet op of zo. Het lijkt alleen maar zo. Hoe ver moeten we ze trouwens volgen? Ik sta al in een groepje menigte. Wat zit je nou te zeuren? Wat wil je nou? Kan ik hier ook in de bloemen gaan zitten? Oh, Niels in de bloempjes. Ik kijk de andere kant op. Hallo, dag meneer, mevrouw. Ja, ben je niet geïnteresseerd in mijn vrouwtjes? Oh, nou, dat valt me dan tegen. Afleiden. Nice. Oké. Hey, mag ik er wel door dan? Hey, ik wil er door. Ik wil er door, ik pas niet. Zo, beter. Hey. Ik ben er niet. Ah, verdomme. Hey, wat moest ik dan? Ik zat vast. Ja, Niels, oh, ik gebruik die hoertjes wel. Oh ja, dat gaat vast goed. Nee. Het viel weer eens tegen. Ik ben wel weer echt op mijn oude niveau, weet je. Oftewel een faalhuis. Ik ga er wel gewoon overheen klimmen, weet je. Fuck die volledige doelstelling dan maar, hè. Moet dan maar, als het niet zo anders wil, dan moet het maar weer zo, hè. Ja, achtervolg die wachters. Dat ben ik aan het doen. Ik moet wel een beetje snel zijn. Ja, schaduwen. Oh. Ik ben er niet. Hallo. Waarom maak ik ze niet af met mijn zwaarden? Nou, krijg ik trouwens ook nog een hele blade. Ik wil best wel graag een hele blade hebben.
Captain Mendoza is happy to pay you. We have goods to sell, sugars and such. Excellent. Ja, klootzak. Dat is mijn suiker. Oh nee, dat is mijn suiker niet. Dat is die, die andere dikke meneer zijn suiker. Volgens mij heeft hij te veel van zijn suiker gesnoept, als je het mij vraagt. Maar ja, dat zou ik wel weer zijn. Hoezo zie je mij niet? Hey, fucking achterlijk. Ja, weet je, waarom volg je me niet? Ja, kom maar. Kom maar, jongens. Oké, ik heb de keuze. Eerst hem vermoorden. Achtervolg de wachters. Ja, dat ben ik nu toch aan het doen. Waarom staat er in godsnaam een nieuw doel? Oké, okay, zijn we andere wachters of zo, I don't know. Oh, ze hebben me waarschijnlijk door of iets. Nou, ik loop wel gewoon achter ze aan. Kom maar goed, joh. Oh, ze rennen nu daarheen. Gaan we nu zo spelen? Oké, okay, nou, dan loop ik toch ook hierheen. Wat zij willen, weet je. Ik blijf wel voor de daken gaan, want dat is cool. Je moet wel een beetje cool blijven. But cool is good for you. Oh nee, dat is cool. Cool is good for you. Dat is Minecraft reference. Get on my level. Oeh. Papiertje. Nee, dat zijn een beetje die blaadjes van Assassin's Creed 3. Nee, oh jee. Ik ga het weer verneuken, jongens. Ik ga het waarschijnlijk verneuken. Help. Ik moet wel een beetje achter ze aan blijven rennen, anders gaat het niet goed. Ah, kijk daar eens. Daar heb je ze wel weer. Daar heb je die makrelen wel, ja. Ik kan er wel via hier lekker een beetje rondrennen. Oh, ik kan ook over deze bomen. Nice. Je kunt nu ook serieus alles gebruiken in jouw omgeving. Dat vind ik wel cool. Oké, deze lui springen ook als een stelletje assassins. Is mal in het rond. Ik bedoel, dat mag ik alleen maar doen. Ik ben de enige debiel hier, zo. Just say. Ja, daar gaat het wel. Ja, was jongen, jongen. Oh, jee. Doei. Ik ben er niet. Ik kom je erbij. Ik moet wel achter ze aan blijven gaan. Nee. Kut. Ik mag ze niet kwijtraken. Nee. Jongens, niet nu. Ja, ik zie ze toch. Ja, nice. Het gaat nog goed. Ze hebben me wel doorgehad. Maar ja, je kunt niet alles hebben in je leven, hè. Soms gaat het goed en soms gaat het slecht. En zo zei het leven. Laat ik daar maar in gaan zitten. Kan ik ook afluisteren? Ik moet eerst even wachten tot mijn conflict afgelopen is. Ik ga wel tussen die vrouwtjes daar staan ofzo. Is mijn conflict nou al afgelopen? Ja, volgens mij wel, hè. Ja, oké, nice. Oké, lopen jullie maar met me mee. Ja, daar loopt er alleen maar een of andere rare piraat achter je. Er gebeurt niks hier. Oké, ik ga daar wel eventjes tussen zitten. Leuk, man. Hey, ik ga hier eventjes zitten, hoor. Niks aan de hand. Tobacco, rum, suiker? Did you say sugar? Ik wil suiker. Ja, joh. Oh, daar hangt iemand. Oh, dan blijf ik hier even rondhangen. Zo, kut, kap in los. Hoi. Nee, dit hoef ik niet te zien. Ik kijk maar even de andere kant op. Oh, ik mag iedereen hier afleiden, cool. Auw. Moet ik hem nog redden of zo? Kijk, iedereen staat ergens te kijken van, hey, woe! Dit is echt awesome. Good lord, that big brute, your Captain Mendoza. Wat die gast? No, sir. He is a weet je wie dat is? De moesmakende hacker. Oh jongens, dat is waarschijnlijk een reference die jullie allemaal wel kennen. Nou, ik ga hierheen met mijn vrouwtjes. Oh ja, hoi. Ik wou al bijna weer gaan rennen, maar ja. Op het laatste moment dacht ik eventjes van, ja, toch maar eventjes niet. Volg de kapitein. Dat zou ik doen in de game. Weet je, dat achtervolgen duurt eigenlijk best wel lang. We zijn nu al 10 minuten lang aan het achtervolgen ofzo. What the fuck is dit? Ik wil actie en Assassin's Creed. Ik wil niet blijven achtervolgen. Weet je, het blijft gewoon doorgaan. Hey, wat is dit? De vlag van Engeland? I don't know. Hij lijkt er wel op. Waarschijnlijk zit ook in deze game echt gigantisch veel references, zeg maar, naar andere piraten. Of tenminste, een aantal piraten zit erin. Je zal waarschijnlijk ook een vlag nog vinden. Of een vlag, nee, een vrouw. Kom ik bij een vlag. Nou, er moet nog een vrouw in deze game voorkomen. En er was ook de enige vrouwelijke kapitein of iets in die richting. Ik weet het niet meer. Oh jee. Oké, blijkbaar kon ik dat dus niet sneaky doen.
Nou, dan moet die kapitein maar weer dood. Jongen, jongen. Ik dacht, ik ga even sneaky wat van hem jatten, maar nee, dat viel weer tegen. Nou, hops, oké, dan pak ik het wel weer zo. Allemaal weer op de brute manier, jongens. Hoppakee, ik heb de sleutel, niks aan de hand. Niemand heeft wat gezien. Tenminste, niemand kan meer doorgeven dat hij iets heeft gezien, laten we het zo zeggen. Laten we wel even eerlijk zijn. Oké, ik pak nog eventjes snel die ding daar, zo. Hoe heet dat ook weer? Een kist, ja. Een kist, hoppakee. En waar moet ik nu heen? Oh wauw, nog een eindje lopen. Tenminste mag ik weer freerunnen. En niet meer zo saai, gewoon eventjes een beetje, oh ja, ik volg hem, nee. Nu gaan we gewoon rustig freerunnen. Hoe gaan we hier langskomen, jongens? Weet je, ik zei nog aan het begin van, oh ja, ik ga dit wel sneak doen. Ah joh, zie mij nu al, hoppakee. Zo sneaky als wat hier, jongens. Had je niet van mij gedacht. Wat is dit? Is dit een fort? Oh mijn god, ik heb wat gevonden voor de volgende aflevering. Ik doe hier niks hoor, jongens. Ik loop hier gewoon rustig rond. En dan moeten jullie me weer hebben. Waarom vliegt daar wat? Wat is dat? Jongens, ik wil weten wat het is en ik ga het nu pakken. Een fragment. Aha. En wat kan ik daarmee? Abstergo uitdagingen voltooien. Ja, wat moet ik daar nou weer mee? Sluip naar de fortopslag. Is dat nu mijn doel van deze missie of hoe zit dat? Ja, volgens mij wel. Oké, nou cool. Dan ga ik dat wel doen. Dan moet ik wel eventjes van mijn... Ja, daar vanaf komen, ja. Dat bedoel ik. Hallo. Hier zit niks. Hier zitten wel mensen. Die gast gaat weg. Dan fluit ik even. Ik denk dat hij als het goed is. Mijn kant op. Ja, dan pak ik hem eerst. Niks aan de hand. En snel, zo snel, zo snel. Klik, 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 klik. Ja, oké, nice. Ik heb hem. We zijn nog in sneak. Oh, munitie. Munitie roven. Oh ja, dat wil ik wel. Kom jij maar eens even hier met je munitie. Ja, nice. Ik heb weer rookbommen voor. Is er voor de rest hier nog wat? Oh, ik kan er hierin. Koekoek. Hier, koekoek. Dat is leuk. Dat is leuk gedaan. Serieus. Oh mijn god, dit is een flinke opslag. Wat doe ik? Volgens mij kan ik beter gaan rennen. Hey, voor je eigen best wil kun je beter gaan rennen, vriend. Oké, dat viel er weer tegen. Ah, ik heb niks gedaan, joh. Het was allemaal een leugen. Ik weet zeker, die jongen daar zo, hè, deze meneer, die heeft jou voorgelopen. Ik heb helemaal niks meer staan. Waarom ga je met mijn bommen gooien dan? Oh, nee, kut, ren! Ja, zo heb je weer je eigen mensen vermoord. GG. Nou, ik ga hier wel in zitten dan. Ik wil gewoon rustig eventjes naar die fortopslag als het kan. En dan naar de video stoppen. Oh nee, er zijn er weer van, stel van die eikels zoals jij. En die gaan bij mij mooi in het kastje. Dit wordt eventjes een gezellige avond. Zolang je dat maar weet. Oké, ik kom wel weer. Ik kom er wel weer uit. Rustig. Nee. Ah, ik word niet goed van jullie. Ja, auw. Oké, val me maar gewoon aan. Dankjewel. En dan ga ik hier gewoon in elkaar mappen, zoiets. Voor elkaar. Is dit niet de fortopslag? Nee, ik moet nog eentje omhoog. Oké. Hij ziet me niet. Ik ben echt zo'n geweldige sneaker, hè, jongens. Ik wil dit zo graag sneak doen, maar ja, dan kom je weer even achter dat je eigenlijk Niels heet. En dan, ja, dan wordt het niet veel meer van het sneaken. Kijk, kom jij maar eens even bij Niels. Hey! Zo, voor elkaar. Gaan we hier omhoog. En dan pakken we de fortafslag. En dan pakken we het suiker. En dan doen we het in onze hoed. Ja, ik vind het een prachtig idee. En als jullie dat niet vinden, dan fuck jou, kijker. Ik vond juist de hoed een prachtig idee. Zo, die zijn we dood. En dan kunnen wij nu rustig onze opslag pakken. Ja, doe die deur maar open. Ja, dat is heel wat suiker natuurlijk. Oh ja, die wil ik wel even houden. Ja, dat is wel beter dat je die even houdt. Want als die in de handen van de Tempeliers komt... Ja, dat wordt kloten. Nou, dat suiker zou ik waarschijnlijk niet meer meenemen. En dan gaan we nu eventjes naar meneer Monet. Bloop. Eigenlijk heet hij Bonet, maar ja, ik ken meneer Bonet niet. Maar ik ken wel meneer Monet, want dat is een schilder. En dat heb ik jullie al gezegd. Als jullie dat nog hebben onthouden, dan vind ik je echt een top beeldenvorming leerling.
Ik doe serieus wel beeldende vorming. Sorry jongens. Ik ben zo'n type. Ja, ik ben niet zo'n vlierenfluiter, weet je. Daar heb ik al hele verhalen over verteld. Over een aantal van die vlierenfluiters. In mijn Just Cause 2 video's. Die ik onderhand al heb afgerold. Gelukkig, want het duurde best wel lang. Dus ja, daar ga ik niet meer heel, heel erg ver op in. Weet je, dat is weer een reden. Oh mijn god, hij deed zijn kapje af. Zag je dat? Ik wel. Maar anders moet je hem even terugspoelen. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan was only a hand. Oh, no, you didn't. Duncan, waarom? Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Nou, jongens. Maar wat wij daar gaan doen, dat zien jullie waarschijnlijk in de volgende aflevering. Want ja, soms heb je tijd nodig. En die tijd, die ga ik nu spenderen. Want het is echt al gewoon bijna, het is bijna middernacht, jongens. En ik heb ook een leven. Dus ja, ik ga bij de televisie zitten. Als goed is, komen mijn ouders straks weer. En ja, dan wordt het lekker gezellig. Maar mensen, bedankt voor het kijken naar de derde aflevering van Assassin's Creed. Vond je deze video nou leuk? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Abonneer en reageer misschien tot de volgende keer. Misschien, als jullie dit leuk vinden, zulke lange episodes, ga ik waarschijnlijk wel vaker doen. Maar ja, dan mag je het altijd achterlaten. Hey, jongens, blijf een beetje in contact met mij. Vind ik ook leuk. Ik ga waarschijnlijk wel op een aantal dingen reageren. Ik heb ook al van mensen gehoord dat je beter niet op Assassin's Creed video's de comments kunt gaan lezen. Want ja, dan worden altijd gespoild. Helaas, pindakaas. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik word waarschijnlijk keihard gespoild en dan word ik heel verdrietig. Dus ja, mensheid, vond je deze video leuk? Even een duimpje omhoog, abonneren en reageer misschien tot de volgende keer. Mensheid, ajo!